Op deze foto uit 1972 van Roxy Music in Londen staat Brian Eno al een beetje achteraf. Niet heel veel later zou hij de groep verlaten om een zeer succesvol producer en componist te worden. In 1974 ontmoette ik Brian Eno bij toeval in Los Angeles. Daar maakte ik dit portret, dat mij heel dierbaar is.